De Westerschelde verdieping, die is voor de haven van Antwerpen cruciaal, omdat de schepen, de containerschepen vooral, groter worden. Nu al kunnen de grootste containerschepen Antwerpen bereiken, maar niet volgeladen. Om dat te kunnen realiseren, moeten een aantal drempels in de bedding van de Westerschelde worden uitgediept. En daarover hebben we een verdrag met Nederland, gesloten in 2005, waarin staat dat die werken beëindigd zouden moeten zijn einde van dit jaar, 2009. Ja, omdat daarover in Nederland allerlei commotie is ontstaan, zijn we nu achteruitgeslagen in de tijd. De vertraging van de Scheldeverdieping was te wijten aan protest in Zeeland tegen de ontpoldering, maar dat heeft met die verdieping eigenlijk niks te maken. Ondernemingen, rederijen, goederenbehandelaars hebben hun investeringen in kranen, in nieuwe schepen en zo verder afgestemd, ook op het feit dat die haven bereikbaar zou zijn voor de grootste scheepstypes. Dus we willen vermijden dat we schadeclaims zouden oplopen. Dan zouden we die moeten doorsturen naar Nederland. Dat willen we echt allemaal vermijden. Dus we hebben er echt alle belang bij dat we die verdieping georganiseerd krijgen. We hebben daar even toch wel een erg bitsig debat met elkaar over gehad. Maar gelukkig is dat voorlopig goed afgelopen en heeft de Nederlandse regering het voornemen bevestigd om alles te doen wat in dat verdrag staat. Het Nederlands Centraal Planbureau heeft berekend dat als je die Schelde verdiept, dat dat 70 miljoen euro netto op jaarbasis oplevert. Waarvan 2/3 voor Vlaanderen, 1/3 voor Nederland. Dus we zijn hier één regio, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, Antwerpen. We zijn één grote maritieme regio. Spijtig genoeg loopt daar een grens door, waardoor de dingen wat moeilijker worden gemaakt. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk gewoon één regio. Op de linkerscheldeoever, daar hebben we een heel groot havengebied waar 13.000 mensen van leven. Maar dat is maar toegankelijk via één sluis. Wij willen daar een tweede sluis bouwen. Maar bovendien heeft de Vlaamse regering ook beslist dat er meer dan 1000 hectare nieuw havengebied mag bijkomen, ook op die linkerscheldeoever. Dus de haven van Antwerpen heeft een mooi toekomstperspectief in een groot nieuw havengebied. Het zal wel ons de laatste mogelijkheid zijn om geografisch groot uit te breiden. Maar dan zijn we toch meteen 30 jaar verder. België en Nederland, wij zijn intieme economische vrienden en dus ook, maar ook intieme economische concurrenten. En de beide hoeven elkaar niet uit te sluiten. Het is zo dat wij zijn beide zeer grote handelspartner van elkaar. En ik denk dat het erg belangrijk is dat we dus ook elkaars infrastructurele projecten zo goed mogelijk ondersteunen.